Goedemorgen. We gaan verder. Dit is les 4, Informatica, voortgezet onderwijs. Waarbij ik het hele complete examenprogramma presenteer in de vorm van lessen. Niet alleen deze video die je kijkt op dit moment, maar daarbij horen ook de opdrachten die onder de video, bij de video staan. Daar hoort de podcast bij, daar hoort de online leeromgeving coachpanta.nl bij. En wil je het examenprogramma afsluiten? Compleet en goed, dan moet je die kanalen volgen. Moet je vooral contact met mij hebben. De vorige les zijn we gestopt bij het stroomdiagram Informatica, input, verwerking, output, wat de basis is voor al mijn lessen straks. Dat klinkt heel saai, maar wat ik deze les ga doen, ik ga daarover in gesprek met ChatGPT, omdat ik ChatGPT als voorbeeld gebruikt heb in de vorige drie lessen. Kijken wat het weerwoord is van ChatGPT. En daarbij maak ik een link ook naar HTML. Dus om toch ook te starten met een technisch gedeelte waarin jij en waarin de leerlingen bezig kunnen om een PO te ontwikkelen, een praktische opdracht, om te werken aan een eerste applicatie. Daarbij leg ik de link tussen dat stroomdiagram, input, verwerking, output. En HTML. Goed, we zijn bij ChatGPT. Wat gaan we vragen? Het eerste dat ik wil vragen aan ChatGPT: hoe zou je het vak informatica definiëren in één zin? Check. Dat gaat snel. Ik zit in ChatGPT Plus. Nog even. Informatica is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van informatie, check, algoritmen, check, heb het al gehad, en de verwerking daarvan door computersystemen om complexe problemen op te lossen en efficiënte oplossingen te ontwikkelen. Goed, daar kan ik het mee eens zijn. In hoeverre wijkt het af met hoe ik het heb geformuleerd? Bij mij ligt de nadruk op informatie. Ik heb data, verwerking. Output. En output is dan informatie. En hier is de output, is het oplossen van problemen. Dat is mooi. Maar dat vind ik ook wel weer te hoog gegrepen voor het vak informatica. Dat is mooi. Het is wel iets waar ik aandacht aan geef in mijn lessen. Maar ik weet niet of dat per definitie bij informatica hoort. Omdat informatica wordt gezien als een beta-vak. Waarbij je dus eigenlijk wiskundig dingen oplost. Als je het vervolgens ook in de context wil oplossen, efficiënte oplossingen ontwikkelen, dan moet je ook andere vakgebieden daarin integreren. Sociologie, psychologie, maatschappijleer. Ja, dus maar goed, daarmee wat ChatGPT geeft dus ook aan dat informatica verbanden heeft met die deelgebieden. En dat klopt ook volgens het examenprogramma van de SLO. Oké, wat gaan we nog meer vragen? Ik behandel het vak informatica uitgaande van basisstroomdiagram input. Oh, hoofdletters vind ik wel leuk. Input, pijltjes, ik weet niet of je dat kent. Verwerking. Hoe logisch is dat? Het is zeer logisch, want vak vanuit een basisstroomgegeven met de instellingen. Deze benadering helpt bij het verduidelijken van fundamentele concepten en processen binnen informatica. Dat is inderdaad mijn doel. Hier een beknopte uitleg. Input, fase waarin gegevens worden verzameld, ingevoerd in het systeem, gebruikersinput, toetsenbord, datasensor, bestanden die worden gelaten. En wat hij niet vergeet, is dus het grote data scraping via het internet wat plaatsvindt as we speak. Dat wat 90% denk ik van onze data invoer in de systeem is tegenwoordig. Verwerking, worden gegevens verwerkt door algoritmen, ja, programma's, dat hebben we gehad. Berekeningen, uitvoeren logische beslissingen, sorteren, filteren, gegevens, transformeren enzovoort. Output, de resultaten van de werk worden vervolgens gepresenteerd. Het kan de vorm zijn van beeldschermweergave.
visualisatie zou ik dat noemen. Actuatie in het fysieke systeem. Ja, dat is het hele term informatie zie ik hier niet. Informatie en data, daarmee heb je dus ook een belangrijk concept geleerd als het goed is wat betreft informatica. Je hebt data, informatie, je moet het verschil kennen. Data is de ruwe invoer. Data heeft op zichzelf geen betekenis. Informatie geeft betekenis aan data, een bepaalde betekenis via die verwerking. En daarom is het belangrijk om in acht te nemen wat het doel van de ontwikkelaar is, want die komt tot een conclusie eigenlijk door het leveren van informatie uitgaande van bepaalde dataset. En het objectieve begint dus al bij het kiezen van de data. Vervolgens moet je opletten dat het in het proces van data naar het systeem, dat er niks verloren gaat, dat daarin in het verwerken dat de juiste data gefilterd wordt, op de juiste manier gesorteerd, dat de logica van de ontwikkelaar, dat we die kennen, het doel, is het alleen maar winst maken of is het ook echt waarheidsvinding? En de informatie die dat oplevert kan nog zo waar zijn, dan is het nog de vraag, is het relevant in de context waarvoor het geproduceerd wordt? Ja, dit is daarmee samengevat wat ik in mijn stroomdiagram heb uitgelegd in les 1 tot en met les 3. Kijk het even terug als dit niet duidelijk is voor je verhaal. Dit verhaal is voor jou. Oké. Moet er nog één ding vragen in ChatGPT? Dat is over de wat betreft objectiviteit, data en de verwerking. Omdat ik daar een paar stevige dingen over heb gezegd. Goed, hoe ga ik dat verwoorden? Oké. Als je kritisch kijkt naar jezelf. ChatGPT als large language model. In hoeverre kan je zeggen, als je kritisch kijkt naar jezelf, ChatGPT als large language model, en dan moet ik een comma gebruiken. In hoeverre kan je zeggen dat je output altijd objectief is en waarheid? Objectief is en waarheid. Als een groot taalmodel zijn er enkele belangrijke nuances betrekking tot objectiviteit en waarheid in mijn output. Gegevensbron. Zijn gebaseerd op een of andere tekstdata. Ik ben getraind. Die bevat informatie tot en met mijn kennisafsnijpunt in 2023. Hoewel ik streef naar nauwkeurigheid, zal de informatie verouderd zijn of gebaseerd zijn op interpretaties die variëren afhankelijk van de bron. Ja, dus daar geeft hij aan. Zelf heeft hij niet bepaald wat de input is. Dat hebben mensen bepaald en daarmee is het dus subjectief. Dus er zijn keuzes gemaakt die niet per definitie objectief zijn. Objectiviteit. Ik probeer neutrale, onpartijdige informatie te verstrekken. Dus verwerking, hè, een doel zal zijn om partijdig, dat weten we niet, dat zegt ChatGPT, want dat is de opdracht natuurlijk geweest om dat te zeggen. Maar we weten niet of dat echt zo is. Is het echt unbiased? Geen vooroordelen. Maar afgeleid van mensen geschreven teksten kunnen onbewust vooroordelen, subjectieve meningen in gegevens zitten. Ja, per definitie zitten daar vooroordelen in, want ze zijn afgeleid van door mensen geschreven teksten. Van verschillende standpunten en data waar streven naar een keur kan ik geen absolute waarheden garanderen. Er kunnen fouten. Dat denk ik sowieso. Absolute waarheden. Het meest intrigerende verhaal over waarheid is Jezus voor Pontius Pilatus. En die zegt iets over waarheid. En dan zegt Pontius Pilatus: wat is waarheid? Oftewel. En je hebt twee kanten, een persoon die beweert de waarheid te zijn en een andere die twijfelt of er sowieso objectieve waarheid bestaat. Dat is de confrontatie die we filosofisch allemaal kennen. Het vraagstuk naar wel of niet bestaan van objectieve waarheid. Nou, zo'n systeem als ChatGPT die kan daar natuurlijk ook niet uit zijn. Het is niet Almighty God of zo. Beperking in interpretatie, ik ben geen toegang tot real-time informatie, persoonlijke ervaringen, nee. Mijn begrip van de wereld is gebaseerd op patronen. Ja. Dus wij als mensen hebben heel veel meer input
continu real-life ervaring die we integreren in onze kennis. Of kennis integreren in die omgeving waar we ons in bevinden. En daarmee zijn wij altijd, denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, efficiënter, effectiever, beter. Ja, wat betreft het toepassen van kennis in de context. Oké, laten we het hierbij houden, want ik zou ook nog een stap maken naar HTML. HTML. We gaan HTML leren en ik verwijs je als eerste daarvoor naar w3schools.com. W3schools.com. Daar gaan we nog wel eens dieper op in. W3schools.com. Ik ga even alles accepteren, maar hoef je niet te doen. W3 Schools is een consortium. W3 is een consortium. W3 staat voor de World Wide Web, de drie W's van W3. Ik heb ze van gemaakt. Een consortium betekent een groep van mensen, van belangrijke personen, belangrijke instellingen vooral. Zoals Firefox, Google, de grote browserontwikkelaars, internetgiganten als Google enzovoort. Nou, die zitten bij elkaar en die bepalen de standaard voor het internet wat betreft code, want code moet gelezen kunnen worden, begrepen kunnen worden door de browser om iets nuttigs terug te geven aan de bezoeker. Ja? Dus dat is ook het geval bij HTML. En daarmee hebben we direct het stroomdiagram inputverwerking output te pakken. De link tussen HTML en dat stroomdiagram. Bij HTML. HTML kun je zien als zijnde input. Dat is code die de browser moet kunnen interpreteren, dus de browser moet kunnen verwerken tot iets wat wij kunnen zien tot zichtbare tekst en afbeeldingen, video's, alles wat je ziet als gebruiker op internet. En dat dus de input is HTML, de verwerking is de browser die HTML omzet naar iets wat je kunt zien. Hier is HTML, W3 Schools, en je ziet, zo ziet HTML eruit. En zo krijgen wij het dus niet gepresenteerd. He, wij zien dit niet. Wat we wel zien is als we naar de bron, paginabron gaan, van paginabron weergeven, in de browser zo. Dan heeft hij tijd nodig. Dan zie ik de HTML die verstopt zit achter dat wat ik net zag. Daarin zie ik niet alleen HTML. HTML is te herkennen door tekst, die beginnen allemaal met dit, die openingshaakjes, zo, links hieraan, dat zie je naar beneden scrollen. Dit is dus geen HTML wat we hier zien. Dat is allemaal geen HTML. Dat is allemaal geen HTML. Hier is wel HTML. Kijk, en dan zie je weer die tekst, dit is een afsluitende tag, dit is een tag, hè, dus met die haakjes. Ja, dat zijn tags en daarmee is dit wat hier tussen staat, is HTML. Dus dat krijgt de browser. Wat is dit dan? Dit noemen we CSS. Dat is een styling code. Code die geeft styling aan HTML. CSS alleen doet niks, want die heeft iets nodig om te stylen. Dus je kunt net zo goed, je kunt geen huis designen als je geen huis hebt. Dus je moet eerst een huis hebben. Dus je moet eerst HTML hebben, een structuur, en dan kun je styling aan geven via andere soort code, HTML. CSS, sorry. Daarbij heb je in elke website eigenlijk wel ook nog JavaScript. En die zie je hier bijvoorbeeld. Je ziet hier script tag. En die verwijst naar een JavaScript file. Die wordt daarmee gelezen. Dus als ik hierop klik, dan krijg ik het JavaScript. JavaScript is ook een webtaal. En die voert dingen uit. Dus kort gezegd, HTML is niet alleen, staat niet op zich. HTML maakt je de structuur van een webpagina via tags. Gaan we helemaal nog op induiken. CSS geeft de styling aan die tekst en JavaScript kan je dingen mee doen, dingen uitvoeren binnen je webpagina. En wij uiteindelijk zien dit, en dit is dus de vertaling van de browser van HTML, CSS en JavaScript naar een output. En de output is dat wat wij zien. En hier laat ik het bij, want we hebben 15 minuten nu opname en dat vind ik wel netjes voor een les. De opdracht is in ieder geval, ga naar W3 Schools. Dat is één opdracht. Begin met te klikken op Learn HTML. En begin met die tutorial. HTML tutorial. Ja, begin daarmee. En
die manier dat je jezelf steeds afvraagt, begrijp ik het nu? Voldoende? Zo ja. Dan kun je misschien sommige dingen skippen en op een gegeven moment gaat het, hoop ik, wat sneller. Ik stop en de rest van de opdrachten zie je dus uiteindelijk onder de video of in de podcast of in de online leeromgeving. Coachpanter.nl. Laat van je horen als je het vak informatica serieus wil nemen. Doei, toedels!